Twee apen van de Radboud Universiteit in Nijmegen gaan binnenkort naar de Stichting AAP. De laatste twee apen die gebruikt worden voor onderzoek gaan met pensioen. De universiteit beëindigt na 40 jaar het testen op apen. Gisteren heeft de rector Magnificus van de Radboud Universiteit, de heer Van Krieken, een petitie in ontvangst genomen van Animal Rights. En meer dan 27.000 mensen hebben een handtekening gegeven met de bedoeling ervoor te zorgen dat de twee apen die de Radboud Universiteit nu nog heeft voor onderzoek, dat die na het onderzoek een goede plek krijgen. Animal Rights heeft 27.000 handtekeningen bij elkaar verzameld om daarmee aan te geven dat zij het belangrijk vinden dat die apen van de Radboud Universiteit na afloop van het onderzoek een goed pensioen krijgen, zoals ze dat dan zelf noemen. Dus een goede onderdak krijgen. Nou, er gaat een commissie, proefdierdeskundigen, gedragsdeskundigen, de instantie voor dierenwelzijn gaat kijken hoe het met die dieren gaat. Die brengen advies uit aan het college van bestuur. En uiteindelijk beslist het college van bestuur wat er met die apen gaat gebeuren. Naast alle wettelijke eisen hebben we een extra toets ingesteld dat onderzoek met apen alleen kan als er mogelijk een medische of wetenschappelijke doorbraak te verwachten is. En dat heeft ertoe geleid dat er nu nog één onderzoek gaande is en daarna geen onderzoek meer is op dit moment. En dat die apen dus een andere toekomst kunnen krijgen. Of er in de toekomst nog apenonderzoek plaats gaan vinden, kan ik niet geheel uitsluiten. Ik kan wel zeggen dat de universiteit daar heel terughoudend mee is. En dat er alleen nieuw onderzoek kan plaatsvinden als er ook sprake is van een mogelijk medische of wetenschappelijke doorbraak. En dat weet je nooit van tevoren, want het is onderzoek, anders zou je het niet hoeven te onderzoeken. Maar deskundigen kijken er dan naar of dat eventueel mogelijk is. En alleen dan krijgen de onderzoekers toestemming.